Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 2 Open RCT, oftewel multiplayer samen met Martini Lini Pini Pini Tinus. Maar dan maakt het niet een beetje binnen. Ja. En we zijn hier en we hebben een aankondiging voor jullie. En het is vet en Martijn heeft het gedaan en zonder hem is het niet gelukt. Bam! Yay, Martijn. Applaus. Wat is het Martijn? Wat is het? Tell us, wat heb je gedaan? Vorige aflevering zouden we stoppen en na aankondiging is dat we toch nog verder gaan. Ja. Dus dit is het dames en heren. Wat jullie nu zien, waar mijn facecam voor zit. Excuus, ik ga er even rekening mee houden in de vervolg. In ieder geval, custom scenery sets. En wat is dit nou weer? Railroad track pack? Oeh, ja, dat was het geheim. Wow. Maar dit is nu geen geheim. Wacht, ik ga hem even proberen of het werkt. Ja, ik zit nou gewoon te kijken. Ik zag niet eens dat... Waar ga je hem plaatsen? Dan gaan we kijken of het werkt. Oh ja. Welke railroad pakken? Oh nee, het werkt. Wacht, ik weet al hoe het moet. Je moet eerst de rails weghalen en dan moet je hem eroverheen plaatsen. Doe je hem bij piraten? Ja, nee, kijk, ik heb hem... Oké, want ik heb hem hier wel geplaatst. Oh, wacht. Hij wil niet meer weg. Oh. Je kan er gewoon plaatsen overheen. Staat het aan bij mij? Ik kan er gewoon plaatsen hier. Ja, nee, dit is een... Wacht, je moet eerst deze weghalen, kijk. Wacht, ik doe eerst de pad eventjes. En de pad weghalen. Ja, doe maar. Ik doe één pad zo. En dan plaats je zo'n railroad track. Oh. En dan plaats je daarna deze eroverheen, want het is natuurlijk... Oh, wacht, nee, degene die onderop wil, moet je als laatste doen. Voor mij staat het aan bij mij, die optie. Ik zie het nee, die optie staat mij. Niet aan, maar... Nee, maar ik kan er overheen bouwen. Oh, niet meer. En dan doe je... Oh, wacht, dan moet je hem wel even aanzetten natuurlijk. Hoogtecontroles uitschakelen en dan pad overheen. Ja. En doet die... oh, maar dat ziet er natuurlijk heel vreemd uit op zo'n heel groot ding. Dus ja, maar wel schattig. Kijk, zo'n speel, zo'n railroad ding inderdaad. Wel leuk. Wel. Okay. Ik vind het wel leuk. Oké, haal hem even weg. Top. En we hebben natuurlijk het belangrijkste is dat we daken hebben, die kleine daakjes. Daar kunnen we nu echt heel veel details in doen. Maar vooral die, dit is mijn favoriet, deze. Dit zijn echt fantastische. Dit zijn allemaal raampjes en bloembakjes en we hebben echt heel veel verschillende... Moet je even overige objecten kijken. Overige objecten, ja. Ja, we hebben ook nog een, ik heb er nog een torentje in gedaan en een stoom ding. Een fok? Ja, hier zo. Zal ik hem eens plaatsen? Wacht, als je nu kijkt bij dat... Oké. Ik weet niet, waar zit jij? Wacht, ik kijk waar ik hem plaatsen, playen. Want ik heb hem zeg maar geplaatst, maar hij gaat niet makkelijk weg. Dan pakken ik weet niet deze. Waar jij hem geplaatst hebt. Maar... Hier, ik heb hem weggehaald met mijn decorverwijderaar. Waar heb jij hem geplaatst? Doe je hem ergens op een main street? Doe je hem uit zo'n torrentje laten komen? Zo'n rookpluimpje, is dat gaaf? Waar ga jij het voorbeeld laten zien, Martijn? Laat eens even zien aan mij. Waar ga jij het doen? Wacht, het zou wel mooi zijn. Kijk, dit is vet, hè? Dat je ziet, zeg maar, kan je het opmaken. Kijk, dat zijn van een soort raampjes. Kijk, oh, dat ziet er leuk uit. En je kan dit er voor mij ook overheen doen. Kan ik er overheen bouwen? Ja, kijk, zo. Hopse kaas. Leuk. Oh ja, kijk, hier heeft hij rookpluim. Zie je het hier zo? Er komt rook maar uit. Ik probeer hem even te verwijderen, maar zo'n klein ding. Ja, is er. Ja, oké. Okay. Ja. Kijk, hoor, die raampjes zijn ook lelijk, dus dan kunnen we dit gewoon maar even aanpassen. Maar het belangrijkste is, we hebben bloembakken. Ja. Zeker. Oh. En die bloembakken zitten trouwens ook bij de muren en daken zitten ze verstopt, hè? De Flower Window Box by Fisherman. Je weet altijd gelijk wanneer het custom gemaakt is, als er inderdaad zo'n naampie bij staat. Altijd zo'n naampie. Ja, het zou vreemd staan als er staat een muur gemaakt door Chris Sawyer of zo. Dat zou vet zijn. Weet je waar ik trouwens... Overal Chris Sawyer TM. Ik weet je waar ik achter ben gekomen. Dat is echt heel cool. Dat zeg maar Frontier... Dus de makers van Planet Coaster natuurlijk. Ik zoek trouwens het goede stuk groen, maar hoe kan je dat makkelijk vinden? Want ik krijg hem gewoon niet de juiste kleur die ik daar heb gebruikt. Dat is zo vreselijk. Oh ja, het is die... welke kleur? Is het geel? Het is een geel toch, een soort van... Deze is het volgens mij. Olijfgroen deze. Is het, ja. Jeetje, ik moest hem elke keer zoeken. In ieder geval, wat ik zeggen wou, is zeg maar... dat Frontier heeft gewerkt aan de uitbreidingspakketten van Rollercoaster Tycoon 2... Ja, en niet dat die geweldig waren, maar... Okay. Nee, maar ze waren wel tof. Nou, hoe zeg je dat? Ze waren best oké. Okay. Ja, het ziet er heel vreemd uit, maar... Het ziet er raar uit, ja. Maar het is wel tof, want zeg maar... het ziet er ook mooier uit. Grafisch ziet er gewoon mooier uit. Dat is apart, hè? Ja, maar het past er niet helemaal bij, vind ik toch? Nee, klopt. Ze hebben een soort van... Rollercoaster 2 was zeg maar een spel. En dan kwam die uitbreiding en het leek net een ander spel. Omdat die objecten heel erg mooier waren dan de objecten die eigenlijk door Atari of Atari waren gemaakt. Zeg ik dat goed? Niet Hasbro. Hasbro Interactive. Infogrames. Ja, maar dat is de publisher. Maar het is natuurlijk gemaakt door... je ziet bij schijf en spelopties, zie je ook... Zoek jij maar. Over Open RCT 2.
Zoek jij bij gemaakt, Lekker. Oh, copyright, ja, gewoon Chris Sawyer. Chris Sawyer. Okay. Maar het is gewoon een licentie gegeven aan Info Games Interactive. Oftewel, zij mogen het publiceren, zeg maar. Ja. Dus die zorgen dat alles verspreid wordt over de wereld. Dat is toch schattig? Kijk nou, we kunnen ook van die dingetjes doen, zie je het? Oh, grafisch werk door Simon Foster. Wauw, oh, die heeft Simon. Alles gemaakt. Nice werk, Simon. Geluiden ik ben trots op en je. Muziek door Alistair Brimble. Wauw. Extra geluiden opgenomen door David Ellis. Echt? Extra geluiden, hè? Ik weet en niet wat voor geluiden. Dank aan Peter, James, Edcock, Joe Booth en John Warren. Joe Booth? Joe Booth. Gewoon Boef. Je bent kijk. Zelf Boef. Kijk, ik en heb je nou... je ziet met die daakjes. Ja, oh. Ik heb gelijk gebruikt. Ja, vind je het leuk? Oh, ik zit gewoon, een beetje te knoeien ermee. Ik denk alleen dat dak wat jij net hebt gebruikt, heb ik er volgens mij een hoekdak uitgegooid. Echt? Oh, dat hoop dat ik niet. Nog in. Dan moet je er niet uit doen. Dan moet je niet uithalen. Oh, nee, die heb ik er niet uitgedaan. Oh, nee, dit was geen plaats meer voor. Die is kijk. Automatisch uitgehaald, maar dan krijg je dit. Oh, leuk. Oh, zo'n hoekie. Leuk. Kijk eens, nu hebben we een gebouwtje aangepast. En we kunnen ook nog. Daarom, nu kan je echt veel meer doen. En dat betekent ook dat we veel meer werk hebben aan gebouwtjes. Bedankt, Martijn. Hartstikke fijn dit. Maar het ziet er wel mooier uit nu. Nou, het ziet er leuker uit. We kunnen al veel meer doen nu. Dat is wel tof. Oké, we gaan natuurlijk niet compleet die Main Street. Ja, Martijn gaat een klein beetje ook meewerken aan die Main Street. Maar ik ga me vandaag ook focussen aan een nieuw gebied. Wat zeg je? Nee, jij gaat verder. Ah, Oké. Nou, we hebben natuurlijk vorige keer het snoepgebied hebben gedaan. Waarin we dus de loopattractie. Martijn heeft dus afgedecoreerd van de soort van poesjes die daarheen gaan. De katten. Leuke naam. En daar hebben we natuurlijk de mini-achtbaan als laatste gedaan. Die we nog niet echt volledig hebben afgerond. Maar in ieder geval wel voor een groot gedeelte al af is natuurlijk. En dan komen we aan bij een ander thema. Hier is natuurlijk het jungle thema, heb ik neergezet. Waarin we dus een aantal attracties krijgen, zoals deze rondvaartboot. We krijgen deze wildwaterbaan. En we krijgen natuurlijk ook een oldtimers attractie die ook door een jungle gaan. Als een soort Indiana Jones ga je dan in een autootje door allemaal gebieden waar je allemaal dino's tegenkomt. Een beetje een kinderattractie. En dit wordt dan een mijnthema. En daar gaan we nog wel wat vette dingen doen. Ik denk dat misschien nog wel een mijncoaster, een divecoaster misschien ooit nog wel. We gaan het wel zien. Maar die hebben we natuurlijk al. Hè? We hebben Bouwtjes al een divecoaster, ja. Bouwtjes en Moertjes. Dus in principe is één achtbaan wel voldoende, denk ik. De Bouwtjes en Moertjes rijdt. Maar we kunnen nog uitbreiden. En ik denk dat dit ook wel heel erg... Hoe gaat het dan met de mijnachtbaan? Even kijken. 52 passagiers in de mijngeincoaster. Echt ja. 48.000 bezoekers. Dat is echt veel hoor. Jeetje, en staat het pad nog vol? Even kijken. Ja, er zit nog een rijtje. Kijk nou, het stroomt nog lekker door. En die wacht is helemaal niet groot of zo. Het is nee, echt je zit ook lekker vol mee. Super klein, ja. Maar. Je hoeft ook niet iedereen te zeuren dat het te lang is. Of... Echt, hè? Want hij gaat deze... trouwens goed zitten. Ja, jij gaat goed zitten. Oké. Okay. Ja, hij zit inderdaad. Twee treinen zijn hier nu bezig. En er zitten gewoon helemaal vol. Het is gewoon een coaster die iedereen zou willen meemaken. Het is ook vet dat je zeg maar een pad hebt onder dat achtbaan. En het is gewoon een heel gezellig gebied. Maar ik denk dat we dit nog veel meer kunnen uitbreiden. Want dit kunnen we uitbreiden naar achter in een echt mijnthema. Dus we gaan ervoor zorgen dat een beetje deze stijl aanhoudt. Maar toch nog een klein beetje anders. Ja. Zeker. Misschien wat meer met bergen en zo. Want bergen hebben we niet zoveel hier gedaan. Nee. Maar misschien kunnen we dat hier wel doen. Dus ik zal vast een klein beetje bergen gaan maken. Maar niet te veel, want we moeten wel een beetje oppervlakte bewaren. Het is meer een soort bosgebied geworden of zo. Ja, toch wel weer, hè? En dit moeten we zo wat meer industrie maken nu of zo. Ja. Dat is misschien ook wel tof. Ik maak een klein beetje shapey. Een vormpje erin. We hebben best wel een grote oppervlak, maar ook niet echt super groot. En je denkt van... Dan eens even wow. Zandbakmodus inschakelen. Dan krijg je ook dit buiten de map. Oké, je hebt zandbakmodus ingeschakeld. Ik weet nog niet wat er gebeurt. En kijk, wat je gaat doen. Omdat dat je nu ook buiten de map zeg maar nu kan bouwen. Buiten die lijntjes van de map. Oh, tof. Ja, oh prima. Ja, super. Oh, heel fijn is dat. Oké. Okay. Ja. Doe je even dit? Ik doe even dit zo. En dan gaan we dan dat groene gaan we even weghalen. Kijk, dat is vet. Ja. Oh, dat is een beetje lelijk geworden. Zo. Ja, dan hebben we een beetje een zijkantje hier. En dan kunnen we hier altijd nog een achtbaan maken. Weet ik veel. We zien het wel. Het is nog eventjes indelen van het bestandje. Van het bestandje van het gebiedje. Maar in ieder geval belangrijk dat hier inderdaad... Ik vind die kleuren al een beetje op Mars lijken, dat rood. Ik weet niet. Ik vond het altijd wel een beetje Mars-achtig. Vind je niet? Je krijgt trek in de Mars. In de Mars... Trouwens, we gaan het deze aflevering hebben over een heel anders iets. Niet pretpark gerelateerd. En dat is wel heel tof. Want, leuk hè. Ja. Want terwijl we dit opnemen, gaan wij morgen eigenlijk iets leuks doen. Dat is wel toevallig. Het is nou dinsdag. En morgen is het dus 29 juni. En dan gaan we iets leuks doen hè, Martijn? Ja. Nou ja. Dan moet ik weer vertellen wat. Ja, nou ja, dat is leuk. Anders ben ik alleen maar aan het woord natuurlijk. Wij gaan morgen met de trein
En dan gaan we weer 's avonds terug. Ja, dus we gaan zeg maar helemaal naar Groningen eerst. Naar Groningen. En dan, met de railrunner natuurlijk. Ja, ja, sowieso. En dan naar Limburg. En dan gaan we naar Zeeland. Limburg. En van Zeeland gaan we naar Amsterdam. En dan nee, zijn we gaan naar Den Diergaarde in Rotterdam. Oh, zijn de plannen weer gewijzigd? Hè? Huh? Ja, de plannen zijn gewijzigd. Oh, de plannen zijn gewijzigd. Okay. Misschien dat ik je iets even moet vertellen, maar... Ja, ik wist helemaal niet dat we... Nee, tuurlijk. Nee, we gaan naar Blijdorp. Ja. Het is weer eens wat anders, hè, Blijdorp. Dus, nou ja, voor mij niet, maar... Nee? Oh, oké. Nee, Martijn heeft een season pass. Een season pass. Ja, een season pass heeft hij. En die kan season gewoon pass. Altijd kan die gewoon lekker naar binnen gaan wanneer hij wil. Dat is wel relaxed. Ja, op zich. Want wat zijn nou de voordelen van zo'n pass? Want je betaalt maar €50 in plaats van €130 voor de Efteling. 70, of wat is het? 170, ja. Het is wel duur, hè? Oh, jij betaalt €70 voor... Nee, ik heb één keer €70 betaald. Dus in principe, het normaal kaartje kost €21 of zoiets. Ja? Nou, dan heb je het binnen 4 keer natuurlijk al uit. Nou, ik ben iets van, weet ik veel hoeveel keer geweest, meer dan 10 keer of zo. Ja? Dus, heb je dat zeker uit? Ja, dat heb ik er al lang uit. En als mijn moeder soms meegaat, mag die bijvoorbeeld met korting en met de autokorting met de parkeerplaats en zo. En dat geldt ook voor groepjes, toch? Ja. Begreep ik. Als je een groepje meeneemt, dan kan je inderdaad wat korting regelen. Dus hij kan voor ons wat korting regelen, is altijd leuk. Dus normaal betaal je dan zeg maar €20. En nu is het dan... ja, wat is het dan? 16? Nee, 16? Iets meer dan 20 normaal. Oké, geen geld. Maar ja, normaal is het ook niet duur. Nee. Nou ja, dat geeft niet. Het rammetje duur in. Ja, inderdaad. Kijk, het leuke is omdat je hier uit een bos komt trouwens tussendoor. Gaan we het daar nog even over de Blijdorp hebben. Als je hier zeg maar begint, moet het nog wel een beetje een bos idee hebben, vind ik. Dat je een beetje van de bos langzaam naar achter gaat, dat het steeds minder wordt. Dat is misschien tof. Dat je zeg maar in plaats van die mooie struikjes, of dat je misschien wat kalere bomen krijgt. Dan denk gelijk aan de nucleaire reactie, weet je wel? Dat ja, we moeten zo'n after nuclear war gebied. Oh, dat is tof. Maar dan ook een beetje mijn thema. Ook van die hele grote stalen achtbanen. Ja? Van die hele stalen gebouwen met van die... Dat is wel leuk. Dat zoiets, is wel tof. Echt een hele fabriek ding. Maar dan hebben we geen mijn idee meer, een beetje. Nee. Hè? Maar dan is het wel... Maar dat is wel, ja, vet. Wel een je beetje, post-apocalyptische maar. Wereld. Een beetje doodachtig. Dat ja, matcht wel een echt, beetje met de mijn thema. Dat mensen gewoon over paden lopen, over pleinen waar opeens ook achtbanen uit de grond komen tussendoor. Die zo over je hoofd heen gaan en zo. Zulke dingen. Maar wel, heel veel van wel die bereikbaar, zeg maar? Dueling coasters. Ja, joh. Oké. En wat voor pad gaan we gebruiken, de voetpaden? Ik denk dat wij een soort van mix kunnen maken met de bruin. En misschien ook wel... Ja, is dat leuk, dat bruin? Oh, het gaat regenen. Martijn! En bij mij niet. Ja, maar huh? Ik heb geen cheats aan. Kan, oh. Je het, kan je het? Oh ja, dankjewel. Kan je het? Ja, dankjewel. Oh, oké. Okay. Dat is echt... Ik, in mijn spel was het nog lekker weer. Maar... Serieus? Oh, ik, ja, maar ik heb dat uitgezet. Ik dat zie ook geen cheats meer aan. Dat staat allemaal uit nog. Doen. Oh, wat nee. Is dat? Is dat mooi? Beetje lelijke. Wat is het? Dat is ook lelijk. Nou. Zoiets. Is dat leuk? Ja, dat is ook alweer wat. Wacht, dat is een beetje dat... Nee, die niet. Het is wel heel grauw, hè? Maar het is wel gaaf. Misschien ja, maar als ze... Maar tussendoor van dit of zo. Is dat tof zo? Is dat leuk? Ik weet niet of je dat tussendoor moet, maar... Nee, een beetje mik. Oh, je wilt echt één pad. Nee, wacht, dan moet je niet... Oh. Nou, je kan wel. Ja? Deze, maar dan moet je die niet aan de zijkant doen, anders ziet het heel vreemd uit. Dan moet je dit hebben, denk ik. Oké. Okay. Oh, zo. Oh, omdat die zij... Omdat dit... Anders dan krijgen ze een hoek. Anders krijgen ze een hoek. Zo'n ding. Ja, oké. Okay. Ik weet niet. Ik moet even puzzelen. Nee, puzzelen. Beetje puzzelen, beetje puzzelen. Gaan we weer, hoor, met die woordgrappen. Nee, dat hebben we vorige keer al gedaan, dus dat wordt... Klopt. Oké, mag ik een layoutje maken voor een achtbaan? Gewoon random. Het is niet zo dat we die dan gelijk gaan plaatsen. Oh ja. Ja, ik heb er zin in. Ik wil attracties bouwen. Ik vind het zo leuk. Ik vind ook, maar dat mag ik nooit van jou. Nee, dat mag niet. Nee. Zullen we gewoon een flat ride neerzetten en helemaal team hier zo? Een beetje op de plek die ik nu ga markeren? Ik weet niet, gaan we... God. Of gaan we echt het helemaal volbouwen met allemaal nieuwe gebouwtjes? Dat kan ook. Ja, maar dat is heel veel werk. Ja, ook maar een flat ride. Ik heb toch geen tijd. Ik heb toch je hebt toch geen tijd. Je hebt toch niks te doen. Je hebt toch geen leven. Ja, ik vind zo'n... Waarom niet zo'n topspin of zo? Of een beetje stoere attractie? Zullen we die er neerzetten? Ja, kom. Beetje... Zullen wij een zal ik een Enterprise? Ja, heb ik die erin gezet? Ja, die zit erin. Oh, ja, dan heb ik dat laatst gedaan misschien. Dan maak ik hier een omgeving, maak dadelijk een beetje post-apocalyptische dingetjes. Ik vind het dus een beetje een ruimtevaart waar je in gaat. Oh, we kunnen ook een beetje met ruimte, of niet? Of is dat... Ja, nee, was eerst het oorspronkelijke plan, maar die hebben we er toen helemaal bij uitgegooid. Serieus? Was dat het oorspronkelijke, ja? Ja, want dan zou je inderdaad ruimte ingang krijgen, zoals dit.
En ja, mijn facecam staat elke keer. Als ik een venster open, staat mijn facecam standaard. Weet je wat? Martijn, ik heb de oplossing voor deze serie. Oh. Zo Martijn, exclusief voor deze aflevering gewoon mijn facecam gewoon aan de andere kant. Hoe vind je dat? Oh zo, ik ben helemaal dazzled. Ja, ben je desalniettemin? Desalniettemin. Desalniettemin. Ik maak het even, welke kleur, maken we dat, is dat het kleurtje, dat rode zand? Is dat een beetje het idee ook? Ja, dat is wel een beetje post-apocalyptisch. Er komt ook een eend over hier zo. Kleren eend. Eend over. Ja, echt. Moet je gewoon op klikken. Ja, dat doe ik. Maar je kan hem niet kaal maken, hè? Sommige... Nee, dat is een Rollercoaster 3, ja. Oh ja, dan verliezen ze de veren. Dat is zo schattig. Dat is gewoon aandachtsgeven. En in World zie je gewoon geen eend meer. Het is gewoon weggehaald. Wat zijn dieren, denken ze daar. Ja, echt, hè. Wat zijn dieren, inderdaad. We hebben nog niet eens fatsoenlijk lopende mensen in het spel. Laten we jawel, gewoon even... ze rijden over bezems. Oh ja. Die bezems. Dan wordt het de ingang. Vind je het leuk zo? Dat is echt... Ja, ga je dat zo doen? Met die space? Ik vind het wel heel raar. Nee, niet die kleuren, maar... Oh. Daar komen gebouwen. Oh, echt? Of sorry, ik dacht al van, hè, gaan we echt nee, zo... Nee, Vincent, nou, ga het nou even niet verpesten voor iedereen. Dan doe ik een pad hier zo. Nee, vorige keer ook al. Wat? Ja, sorry. Kijk, dan kunnen we weer opening. Het is wel mooi als er dan ergens hier zo'n poort overheen komt, dat je echt een soort dieptegevoel hebt. Donkere, hier. Ja, een beetje donker zo. Oh ja. En dan mag ik wat gebouwtjes proberen? Ja, ik weet dat ik er niet super goed in ben, maar ik wil ze een beetje kan grauw een beetje maken, denk ik. Ja, ik denk dat ik een soort van... grijs gaan selecteren, een beetje grauw-grijs. En dan blauw-rood-grijs of zo. Ja, mag het zoiets of zo? Of iets wat ondersteunt op hout misschien. Dat vind ik nog vetter. Als we beginnen met... IJzer. IJzer? Ja, dan zou je iets zo krijgen, hè? Zoiets. Dat is ook vet. En dan zitten daar van die blokken op, van ook van staal. Oh, dan doen we dat, ja. Dat is misschien wel tof. Zo. Staalverhaal, ja. Kijk, doen we dit hier op zo. Ik weet dat het er nog niet mooi uitziet, maar dat gaan we gewoon helemaal tof maken. Gewoon een beetje een heel apart thema. Dat is misschien wel heel tof. Ik vind het nou niet het mooiste thema. Ik hou altijd van gras en groen, maar ik denk dat we dit heel gaaf kunnen neerzetten misschien. Het kan heel gaaf worden, ja. Het kan heel... Maar wacht, wat heb ik nog? Maar nee, die heb ik uitgeput. Je wilt die daken? Ga ik weer even nee, laat die daken in, hè, die RS Woodenroof. Kan je die erin laten? Oh ja, joh. Wil je die erin laten voor mij? Dan gaan we die gebruiken, want die vind ik best wel metaalachtig eruit zien. Kijk, ik plaats hem en dan zie je het ook. Zie je het? Ja. Die hebben best wel iets, vind je? Die zie je zeg maar... Ja? Andere, maar die zijn er volgens mij nog niet want ingedaan. Die Oriental is niet zo mooi. Die Toontowner, ja, die vind ik niet zo leuk. Dan zou een heel Japans thema doen, maar ja, dat is... Ik heb weer glas nodig, maar die heb ik eruit gegooid Wacht, we gaan glas zoeken voor je. Dit is glas, maar dan in een net. Kijk, zomaar nee, ruitjes. Zo'n glas ding wat echt helemaal omheen zit. Maar die ga ik daar na de aflevering in gooien. Je kan deze doen, de glaswand. Die zit bij de hekjes. Ja, die zit erin. Kijk, glaswandje. Zie je het? Ja, maar het is een kleintje. Ik heb even zo'n heel groot nodig. Groot genoeg voor jou, joh. Nee, ik heb zo'n 3x3 nodig nu. Oké. Okay. Kijk, weer mijn kleine gebouwtje. Hij is schattig, maar hij is wel leuk. Hij is schattig? Ja, hij is schattig, maar schattig ook. Kijk, en we moeten ook zo'n ronde koepel maken, want daar wordt zeg maar, in die ronde koepel, wordt dan chemisch afval ingegooid of zo. Ken je dat? Ja. Gewoon zeg maar zo'n ton, zo'n... Kan zelf ook custom scenery maken, moet eigenlijk allemaal van die radioactieve kun je zelf borden. Kun je zelf maken? Ja, ik kan het zelf maken. Serieus? Oké. Dat is wel echt heel tof. Maar goed, we gaan dus naar Blijdorp en ik ben benieuwd of jullie er wel zijn geweest. Want ben er... wel een keer geweest, dat is al een tijdje geleden. Maar ik vind dat wel heel vet eigenlijk. Ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd of ze dingen hebben aangepast. Maar ik hoorde van Martijn dat ze heel veel updaten daar. Dus het is net een beetje een beetje dit park wat wij nu doen. Er zijn ook wat dingen in de steigers, maar er lopen wel gewoon klopt. Mee. Ja, er zijn er inderdaad, want we hadden vorige keer toen, er was een leeuwenverblijf helemaal in de steigers. Maar ik ben gewoon heel benieuwd wat ze aan... Oh, die is nu af. Kijk, dat is wel heel tof hoor. Omdat het allemaal een beetje... Wat zei je? Dus restaurant. Een restaurant? Ja, er zit nu een nieuw restaurant bij. Dus. Oh echt? Oh wauw, serieus? Oh, ik ben echt benieuwd. Ja, we gaan het morgen allemaal zien. Dus erg spannend ook alweer. Kijk hoor, doen we dit hier zo? Ik weet niet wat ik doe. Je moet gewoon zomaar wat bouwen. Nee, je moet niet te veel mieren ziften. Lukt het met jou ook, Martijn? Oh, wat kijk eens. Ziften. Je bent al gebouwtjes aan het maken hier. En ik doe dan hier wat thema voor de Enterprise. Misschien kunnen we hier ook een bergje in maken. Nog een kleintje. Even kijken. Doe ik deze aan zo. Klein bergje zo. Oh, dat moet een beetje platter worden daar. Kijk. Mag een beetje schuin lopen daar. Misschien is dat wel vet.
Moet het niet echt Kratos worden? Maar wat maken we nu precies? Is het gewoon een beetje een ruimte slash apocalyptisch? Of is het een beetje apocalyptisch zijn, ja. Ja, hè? Een beetje dat grijsachtig, een beetje verlaten, misschien een beetje kapot hier en daar. Dus een paar van die stalen balkjes tussendoor en zo. Kijk, hier eentje en daar zo. Een beetje die kleine detailtjes. Zo. Dat gaat er wel goed uitzien, denk ik. Ja, dit wordt wel wat. Grijs nodig. Misschien wat tonnetjes. Toch wil ik wat tonnetjes gaan gebruiken. En wat afval. Dan kan je best wel inderdaad van die dingetjes gebruiken. Hoe vind je het leuk worden al? Prachtig. Hij denkt, daar ben ik er vanaf. Ja. Kijk hoor. Weet je wat nou machtigste is aan die muren, zeg maar? Dat je zeg maar... Oh, nou, zal ik dat zeggen? Of hey, anders dan zeg je het. Ja, zal ik dat... Kijk, ja, dus. Ik denk dat het leukste aan die muren is... Dat, zeg maar... Je kan, zeg maar, een muur maken. Wauw, dat is al... Dat is natuurlijk al bijzonder, hè? Ik bedoel, ja, dat vind ik al... Dan moet ik even wachten, even bij komen. Ja, is goed. Oké, gaan we verder? Ja. Nou, en dan zeg maar, dan... Lukt het nog? Ja? Oké. Okay. Ja. Dat ik zeg maar... Ik heb net weer een stalen muur eruit gegooid. Ik zit weer door je heen te praten. Misschien moet ik dat niet doen. Hey, gaan we verder. Ja. Nou, en dan... Ja. En dan op een gegeven moment... Dan kan je dus zeg maar... die muren... Ja, laat me zitten! Zo hoeft het van mij zo hoeft het niet. Als ze zo doet... Hij zit er nog in. Ik zit weer dom te doen. Nee, je kan in principe... Wat ik nu doe, kan je doen. Dat is het idee, zeg maar. Je kan een muurtje maken en raampjes erin. Maar je kan ze ook heel makkelijk erop plakken. Want dit maar zijn dan die raampjes. Niet. En dan kan je die gewoon erop gooien, zeg maar. Op deze manier. Bijvoorbeeld hiervoor wil je er eentje. En zie je het? Dan is het net een raampje waar een deurtje voor zit. Dus dat zie je niet vanaf de buitenkant. Maar het is wel schattig zo. En kan je hem ook openzetten? Want er zijn soms raampjes die openklappen. Dat is deze. Maar die moet wel passen bij de... Kijk, die gaat gewoon... Dat kan wel op zich, die. Nou, kijk, doe ik gewoon dat. Doe ik hem hier ook zo. Doe ik hem net ervoor plakken, zie je het? Dat maakt het wel grappig. En dan doen we gewoon met die... Kijk, we hebben nieuwe daakjes. Daar wil ik eigenlijk wel best wel gebruik van maken. Het is allemaal een beetje grauw, zie je dat? Een beetje een hele donkere setting. Maar daar kunnen we echt wel hele vette dingen mee gaan doen. Dus dat wordt echt uniek. Dat wordt genieten. Ik weet het nu al. Niet nu al. Wat zeg je? Niet nu al. Mogen we niet genieten? Nee, is dat nee al? Ik geniet nu tegen al. De regels. Oh, je geniet ik nu al. Je geniet. Ik geniet. Je geniet nu al. Ik niet. Je geniet. Geniet. Kijk even die plantjes. We moeten een beetje van die grauwe plantjes. Dit is, wat is er? Had ik weer nergens over dit. Zo mensen, we zitten inmiddels in jaar 42. We hebben al een beetje verder gewerkt, saampies, aan het gebied. Ja, jaar 42 zie ik hier bij mij. Lekker. Ja, en dat betekent dat we al 42 uur zijn aan deze map. Het is ontzettend groot, maar we komen natuurlijk nu bij het volgende thema aan. En het is heel tof dat je ook een beetje deze achtbaan kan zien vanaf hier. Dat is ook wel gaaf, maar we willen eigenlijk nog wel een heftigere attractie. Zeg ik het goed? Of een ligubere... Heftige attractie, ja. Toffe, exploderende, grandioosheid attractie in ons park. En Martijn dacht zelf aan een stalen achtbaan, maar het is ook vet om inderdaad zo'n Dueling Coaster. Maar we hebben bijvoorbeeld de keuze uit verschillende soorten grote achtbaan. Ik ga even langs en dan zie ik hier bijvoorbeeld een lim- of lanceringsachtbaan. Er staat ook de achtbaantreinen worden door lineaire inductiemotoren het station uitgelanceerd. En razen door een kronkelende baan die vaak over de kop gaat. Dat is natuurlijk wel een hele vette. En dan krijgen we natuurlijk ook een hele bekende. Dat is de Giga-achtbaan. Wel een van mijn favorieten. Een gigantische stalen achtbaan die in staat is tot soepele afdaling. Die heuvels en heuvels die hoger zijn dan 90 meter. Ik denk dat dat wel een hele goede achtbaan is om te maken hier in dit park. Omdat die kan je lekker grijs eruit laten zien. Zo lekker industrieel. En dan als we nog verder kijken. Dan zijn er eigenlijk nog niet echt grote achtbanen. Ja, bijvoorbeeld, je kan wel zo'n lucht aangedreven. Het mooiste vind ik de Twister achtbaan. Kijk, ga ik hem even zoeken. Dat is, even kijken. De Twister, is dat die... Die staat in de rij onder hier. Je LEM. Oh ja, dat is zo maar beetje... Maar die kan echt verschrikkelijk snel, verschrikkelijk hoog, verschrikkelijker. Oké, dat is de brede achtbaantrein die langs de soepele stalen baan glijdt. En die kan ook over de kop soorten. En zo. Oké, misschien als ik daarop klik. Ja, dan moeten we al gelijk een hele eigen bouwen. Het leek me leuk om deze aflevering gewoon eens twee achtbanen te maken. En dan jullie te laten oordelen. Dat is misschien wel heel tof, Martijn. Dat we het publiek laten gaan oordelen. We gaan geen dueling ding doen of wat? Nee, gewoon één achtbaan. Oh. En dan gewoon zeg maar... Ik maak gewoon een ontwerpje. En misschien dat jij de andere ontwerp kan doen. Is dat leuk misschien? Dan doe jij die Twister. En dan doe ik die andere achtbaan. Ik denk dat ik hem ongeveer hier gaat neerzetten. Als jij het goed vindt. Hier zo. Is dat een goede plek? Anders dan... we hebben genoeg ruimte, dus dat scheelt wel. Oké, Martijn.
Het is niet de layout, de perfecte layout. Ik heb hem even een beetje afgeraffeld op het eind. Maar ik kan gewoon eens kijken hoe het ging. Want ik ben nooit heel erg tevreden als ik echt grote achtbanen moet maken. Ik hou meer van compact en zo. Maar ik ga hem nu even testen om te kijken hoe het een beetje naar mijn zin is. Zeg maar. En ik ben helemaal niet tevreden over het begin niet en over het einde en alles. Maar ik wil gewoon eens kijken wat er gaat gebeuren als we hem gaan testen. Sowieso als we dan zo'n achtbaan maken. Oh, je hebt een... Oh, wow. Je hebt er al heel anders van gemaakt. Ik ben benieuwd. Ik ga even de kettingsnelheid omhoog gooien. Dat ziet er wel tof uit. Oh, wow. Dat ziet er heel gaaf uit. Ik vind hem heel tof, die layout. Wauw. Maar ik wil eens kijken hoe... Ik denk dat die achtbaan veel meer stijl heeft. Maar deze heeft ook wel weer wat. Dus misschien gaan we gewoon allebei plaatsen. Geen idee. Vast zo. Oké, ik volg trein 1. Hij gaat nu naar beneden. Mocht je nog willen kijken, dan kan dat. Oké. Oh, die van mij werkt niet. Gaat hij? Oeh, hij haalt 130. Oh, en dan gaat hij lekker hard. Oh, dit is veel te snel. Maar wel vet. Oké, hij gaat 100... iets lager gemogen beginnen. Ja, echt hè? Maar het is een giga-achtbaan, hè? Ik denk dat mensen hier best wel ingaan. En die airtime, jongen. Continu 100 kilometer krijg je ook, hè? Hoppakee. En het einde... Met remmetjes. Hoppakee. Ja. Tof. Goed, ik vind jou denk ik vetter, maar dit is het idee van de giga-achtbaan. Mocht je denken van die is veel beter in jullie park, of is deze achtbaan beter, die volg ik nu eventjes. Oh. Dat is al vet dit. Die layout is echt heel vet. Die gaan we zeker gebruiken, Martijn. Vraag me alleen af hoe dit stuk gaat. Oh. Wow. Hartstikke ja, anders waarom haalt hij die volgende niet? Oké, die boompjes, hij gaat door die boom hier heen. Oh ja, dat kwam omdat dat hoogte ding stond uit te schakelen. Beter gaan we deze gewoon daar plaatsen. Of niet? Ja, maar dan moeten we even kijken hoeveel karretjes we gaan doen. Want als deze kan heel snel crashen als we attractiedefecten, als je niet met sheet speelt, zeg maar. Serieus? Is dat echt een kapotte... Dat heb ik namelijk al vaker in mijn park gehad en dan ontploft hij echt om een paar seconden. Meet het echt? Hoe komt dat dan? Ja, nee, omdat als hij kapot gaat... Dit is natuurlijk een kettinglift wat hier zit. En dit is met gecheat gemaakt natuurlijk. Maar als hij kapot gaat, dan is er een kans dat hij omhoog gaat. Oh, je kan deze niet lanceren. Dan gaat hij natuurlijk vanaf het station gaat hij altijd lanceren. Ja. Nee, en het punt is, als hij kapot gaat, dan gaat hij niet zo snel door die kettinglift heen. Ja. En dan gaat hij maar een klein beetje omhoog en dan gaat het volgende karretje al en dan botst hij daar tegenaan. Botsen. Ik vind het wel hele vette. Deze moeten we echt erin houden. De kleur moeten we even aanpassen, mag dat? Ja. Of wou je hem echt wit doen? Nee. Ik denk gelijk een beetje aan deze kleur. Even kijken, een beetje grijs hè, zo. Een beetje industrieel. Een beetje met zwart misschien. En dan een beetje van die witte ondersteuning of grijs. Maar wel wit, ja, precies ja? Dat. Ja, het ooit al ja hè? Goed, dan zijn we het met elkaar eens. Zo, Martijn is lekker bezig geweest. We zijn aan het einde gekomen van de aflevering. En we gaan morgen ontzettend veel lol hebben in Blijdorp. Laat zeker in de comments achter wat jij vindt van deze achtbaan type. En van Giga achtbaan. Of jullie ze allebei in het park willen zien. Of alleen maar deze, of alleen maar de Giga. Maar ik denk dat deze wel blijft stiekem. Omdat hij al heel vet eruit ziet. En heel mooi past in ons straatje van het ruimte / apocalyptische thema. En echt een achtbanenpark wordt het nu een beetje. Vind je niet, Martijn? Jazeker. Het is ook Rollercoaster Tycoon. Dus daarom, het is geen Flatride Tycoon ofzo. Nee, precies. Maar in ieder geval, we zijn morgen in Blijdorp. Laat ook weten of je wel eens in Blijdorp bent geweest. We krijgen nog een extra video van, zeker weten, op mijn kanaal. Dus het komt allemaal in orde. Laat gewoon een dikke duim achter voor ons werk, voor deze half uur video. En Martijn, tot de volgende keer. Doei. Doei.